vandaag is de Burendag. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Kom maar op. Ja, en we merken hier dat we goede buren hebben. Maar die buren wonen wel af en toe een beetje verder weg, maar die zitten allemaal in Eersel. Dat zijn onze sponsoren, dat zijn onze vrijwilligers, dat zijn de mensen die ons bezoeken. En dat zijn onze buren. Buren is voor mij, als ik het hier vanuit de buurtboerderij kijk, de mensen in deze wijk, de mensen van hier, de Lunetzorg en Oktober, dat we allemaal samen iets samen hebben. Dat is genieten van dieren, van de buurtvlindertuin. Nou heb ik het idee dat ik hier naar een nieuwe omroepster sta te kijken. Een televisieomroepster, hè? Ja. Heb ik dat goed? Ja. Hoe heet jij? Melissa. Melissa. Ja. En wat doe jij hier? We hebben een cavia en die maak ik tam. Een cavia maak jij tam? Ja. Dat is wel heel apart, zeg. Ja. En hoe doe je dat dan? Dan doe ik hem op hier bij mij en dan, ja. Dan wordt hij rustig. Wordt hij dan rustig? Ja. Zeg je dan ook iets tegen hem? Nee. Helemaal niks? Nee. Gewoon alleen maar zo tegen je aanhouden? Ja. Wil je dat bij mij ook eens doen, want ik ben ook heel onrustig op dag. Nee, dat lukt niet bij mensen, bij dieren wel. Jij houdt van dieren, hè? Ja. Ja? Daarom ben je hier ook bij de buurtboerderij, ja. Hè? Ik heb koffie voor alle gasten. En lekkere cake die we nog eventjes ingepakt hebben. Ja. Ik ben van de buurtboerderij en ik regel de vrijwilligers. En dan hebben we nu het buurtbelevingspad, waar we samen een geweldige ronde gaan maken. Wat beleef je dan? Er zitten allemaal figuurtjes van dieren, van vlinders. Het is hier van dieren, ja. Dan gaat het van vlinders verder. En dan? Daar kun je op lezen en daar kunnen we dan straks wat vragen bij stellen. En dan kunnen de kinderen die beantwoorden. Nou, heel veel mensen en vooral ook de ouders, die weten weinig van dieren en van de natuur. Want als je bijvoorbeeld vraagt hoeveel eieren een kip per dag legt, dan zijn er mensen die zeggen vlot misschien wel 20 op een dag. Dus ze weten het totaal niet. En als je vraagt of er een koe en een kalf onder en boven tanden heeft, weet bijna niemand dat. Wanneer kan een haan bijvoorbeeld niet kraaien? Dan zeggen sommige mensen als je in de diepvries zit. Maar dat is niet de bedoeling. Als je met zijn hoofd tegen het dak van zijn stalletje of van zijn hok aan zit, dan kan zijn nek niet uittrekken, kan hij niet kraaien. Dat zijn allemaal van die dingen die de mensen niet meer weten, want dat is natuur. Alles zijn ze vergeten. Vandaag is de opening van de stal en de donatie van een polyesterkoe die de kindjes kunnen melken ter nagedachtenis aan Leo van de Ven. Leo van de Ven was hier een vrijwilliger waar we heel het elektra mee aangelegd hebben en die we nog elke dag missen. Vandaar dat het vandaag echt een emotionele dag wordt ter nagedachtenis aan Leo. Leo was een vrijwilliger bij jullie. Ja. En wat je zegt, ik mis hem, we missen hem nog elke dag. Als werkman of als mens? Ja, alle twee. Als mens zijnde, met zijn humor, maar ook met zijn vakkennis voor het elektra. Want als er ergens een storing was, dan maakte Leo het. Nou, op een gegeven moment waren we in de stal dus TL-bakken aan het monteren en die hingen onder een hoek van 30 graden. En Leo keek me heel serieus aan en die vroeg, heb je een waterpas bij? Ik zeg, natuurlijk. Ga eens even halen. Ik naar de auto, de waterpas gehaald. Hij zei, kijk eens of het een waterpas is. Ja, onder een hoek van 30 graden, ja. Dergelijke humor had hij elke dag. Tijdens een uitvaart wilde hij, had hij van tevoren besproken, ik wil geen bloemen of dergelijke. Ik wil geld en dat wil ik schenken aan de buurtboerderij. Ten doel van de kindje. Heb ik samen met zijn vrouw Corrie zitten dubbel, ja, wat kunnen we dan het beste doen? En toen zijn we op een polyester
levensechte koe uitgekomen, die de kindjes kunnen melken. Dus daar kunnen ze ook iets door leren en misschien is het ook wel heel rariteit voor de volwassenen. Want er zijn veel mensen die dus ook niet kunnen melken en die zitten we dan direct wel op zijn krukje. Ik wist eigenlijk ook niet dat melk van de koe komt. Nee, de meeste mensen denken dat het uit de fabriek komt, uit de pak. Maar het komt inderdaad toch van de boerderij van de koeien. Nou, het is toch geweldig dat kinderen dat hier dan kunnen zien, hè, in het echt, hè? Een speciaal woord van welkom voor de burgemeester en de wethouder. Hallo. Hallo. Ja. Van harte bedanken voor het geweldige bedrag dat we hebben gekregen met het overlijden bij Leo. Ik hoop dat alle kinderen heel veel plezier aan beleven in de toekomst.